Het is maandag 10 augustus, 9 uur. Welkom bij de tweede aflevering, de 22e aflevering van seizoen 3 van Mannen Lezen de Vrouw. Welkom terug. In de vorige aflevering was Thijs Romein, in de volgende aflevering is Noah Sandbrink. We gaan meteen beginnen. En deze aflevering gaat over filmvrouwen. Het is altijd leuk als je met een vrouw opneemt op de set. Want dan kan je zeggen... In de clip is hij met meiden, 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 meiden. En deze aflevering, daarin gaat het over iemand die zegt mijn favoriete royals. Zijn Willem-Alexander en Maxima. Ik vroeg me eigenlijk af, wanneer is Maxima eigenlijk jarig? Maxima verjaardag. 17 mei. Oef, dan ben ik echt een paar... dag te laat. Weet je wat? Ik stuur er nu nog even een kaartje. En in dat kaartje schrijf ik... De Maxima, ik stuur jou deze brief om je te feliciteren. En dan zie ik meteen een column waarin Daphne Dekkers haar kijk op het leven geeft. Waarschijnlijk is haar kijk op het leven zoiets als... Nee, in de column geeft ze haar mening over een nieuwe show. Laten we daar ook even een stukje naar kijken. Tijd voor... Dames en heren, het doel gaat omhoog. De show gaat beginnen. Kijk, mocht je willen weten wie de doelgroep van dit blad is... het komt gratis bij de Telegraaf mee. Dus je zou zeggen alle Telegraaflezers. Maar het antwoord is vooral vrouwen van 30 plus. Dus die hebben het bijvoorbeeld ook over relaties... en hoe ze ooit aan hun relatie zijn gekomen. Tegenwoordig denk ik altijd... Je komt aan een relatie door te denken... Was jij al ooit zo verliefd? En of je dan verliefd bent, dat merk je aan... Een bonzend hart en een buik vol vlinders. Maar in dit blad gaat het dus ook over mensen die op een andere manier aan hun relatie komen. Waarvan ik dan meer denk... Waarom zou je dat doen? Qua iedereen weet, uiteindelijk komt zo'n relatie weer terecht... Op zo'n situatie dat de een zegt tegen de ander... Wil je weten hoe het danst zonder mij? En dan zegt de ander weer tegen de een... Ook al mis ik de balans zonder jou. En dan zegt de ander weer tegen de een... Oké, dit verhaal wordt iets te lang. We kappen het af tot... Dan zegt de een tegen de ander... Wil niet zeggen dat ik jou niet mis. En dan zegt iemand in deze column... Soms heb ik niet meteen een thema voor mijn column. En dan denk ik, een column schrijven als je geen idee hebt. Waarom zou je dat doen? Als ik geen idee heb voor een video, ga ik even zitten, denk ik, overbelichting. Ga ik nog even zitten, denk ik, man lezen de vrouw dubbesles. Denk ik, nee, doe maar niet deze keer. Dan denk ik, weet je wat, ik ga rennen mensen bellen voor een video. En dan begin ik met... Ik bel je zomaar even op. Maar als ik wel eens geen idee heb van video, heb ik ook wel eens het gevoel van... Niemand, niemand, niemand die me troosten kan. En zeker in de tijd van corona denk je aan... Hallo, waar kan ik heen? En denk je aan... Mijn elleboog was nooit zo beschaafd en er is veel meer raars. En dan zie je nog allemaal hele stoere vrouwen verder erin. Ik weet niet, het is een soort vrouwenmotivatieblad of zo. Ik weet niet waarom dat nodig is. Maar ja, een blad vol met... Dan zie ik hier trouwens een reclame voor cholesterolverlagende pillen. Dat is trouwens oplichterij. Vast bedacht door een paar jongens. Jongens zijn gek, niet te geloven. Dit soort slechte producten worden echt niet bedacht door... Tijkers, tijker, tijker, tijker. En dan gaat het nog over een privédetectief die allemaal mensen aan het schaduwen is. Mensen aan het stalken is. Als eerste, ik zou de politie bellen en zeggen... Er staat iemand voor mijn deur die telkens opschrijft 6 uur. Ik zie hem fietsen over straat. Maar een beetje die tijd dat ik ook nog wel privédetective wilde worden, die was er namelijk nog wel. Dat is een beetje zoals... Het voelt als teruggaan in de tijd. En dan krijg je weer zulke random... Het is op zich wel echt een leuke episode, maar dan krijg je weer zulke random vragen zoals... Waarom ben jij trots op je man slash vriend? En dan geven ze antwoorden zoals... Het mooiste wat hij ooit tegen me zei is, maak je dromen waar. En meer dan dat. Terwijl ik altijd denk, het mooiste wat mensen ooit tegen mij hebben gezegd is... Dus als de wolken aan de hemel staan, zit niet de hele dag te dreilen. Oké,
Oké, ik vind het ook wel tof als mensen dan tegen me zeggen... Neem me mee naar ik weet niet waar. En ik ben klaar om te applaudisseren. Maar ik moet zeggen dat als ik geïnterviewd zou worden door dit blad... Dat ik wel even zou moeten denken van... Ik weet niet waar, ik ben beland. Net als Alice in Wonderland. Maar ik zou het heel tof vinden als ze mij een keer interviewen als hun grootste fan. Dit is mijn 22e episode. Ik lees dit met vrienden, ik raad het aan mensen aan. Op zich zouden ze me wel eens mogen interviewen. Maar ja, mij interviewen... Waarom zou je dat doen? Qua de relatie met dit blad is een beetje een haat-liefde... Relatie. Het is een beetje zo'n relatie van... Je zegt dat je niet meer wil zijn dan vrienden. Maar toch weet je me altijd weer te vinden. En dan heb je nog het anonieme verhaal. Een van mijn favoriete delen. Als het even niet over een persoonlijk onderwerp gaat, vind ik het altijd super interessant om te lezen. En deze keer gaat het over... Mijn dochter kwam thuis met groot nieuws. Ze had een vriend. Ze was 15 en wanhopig op zoek naar een vriendje. Oké, mocht je wanhopig op zoek zijn naar een vriendje, dan is het dus niet het gevoel van... Was jij al ooit zo verliefd? Dat zijn zulke mensen die tegen de spiegel, tegen hun denkbeeldige liefde zeggen dat jij er niet bent. Ik wil niet zeggen dat ik jou niet mis. En het verhaal gaat verder over dat er een jongen was en die jongen die was 17, maar de moeder dacht dat hij 20 was. Het voordeel is dat dat mij nooit overkomt, want ik zie er gewoon echt uit als iemand met een babyface of zo. Maar ja, lijkt me toch wel eng als je opeens de huistelefoon gaat en iemand van 20 die eigenlijk 17 is roept door de telefoon. Ik bel je zomaar even op. En die moeder schrijft dan, ik had al veel gelezen over loverboys en was als de dood van mijn dochters... Dat mijn dochter in de hand van zo'n giezel zou belanden. Ze was gevoelig, kwetsbaar meisje. Precies het type waar die vreselijke gasten op jagen. Nou, ik snap wel dat die moeder dan het gevoel heeft van... Niemand, niemand, niemand die me troost. Oké, het verhaal was niet spannend. Ik heb hem even afgelezen. Maar het had dus te maken met dat die jongen geen 25 was. Wel 17 was en geen loverboy was. En dat ze al 2 dagen een relatie hebben. Heel erg bedankt voor het kijken naar de 22e aflevering... Van Mannen Lezen Vrouw. Volgende week doe ik Mannen Lezen Vrouw samen met Noah Sambrink. Vergeet zeker niet die te checken. En dan zie ik jullie morgen om 9 uur 's ochtends weer bij een gloednieuwe aflevering van een serie. Ik weet niet welke, maar het is voor december. Dus elke dag om 9 uur 's ochtends nieuwe video. Tot ziens, tot later.